Jongens blijven jongens, maar wij meiden laten ons echt niet gek maken. Check onze kampavonturen nu in deze weekupdate. De leerlingen zijn na 1,5 uur in de bus eindelijk aangekomen op het schoolkamp, waar ze 4 dagen zullen blijven. Oh jongens, dit wordt zo'n vet kamp. Wie denk je dat Vanessa eerder pakt? Ik of hij? Ik toch? Ik. Guys, ik vind Tirza eigenlijk wel leuk. Oké, maar ik stel voor om het te testen. Er een weddenschap van te maken. Wie met de meeste meisjes zoent, heeft gewonnen. Ik had niet meteen super veel zin om de hele trip achter die meiden aan te zitten. Want er is eigenlijk maar 1 meisje dat ik echt leuk vond. Chickies. Hey, zullen wij anders zo naar Ecuador gaan? Ja, leuk. Goed plan. Let's go. Ik denk niet dat het iets voor jou is. Die hoogte, weet je? Ik ga nog even naar de wc. Maar ik zie je zo. Er zijn genoeg andere meiden. Waarom dan precies Liz? Volgens mij wil jij Liz gewoon voor jezelf houden. Kom op, joh. Jouw conditie is echt heel slecht. Jij bent eigenlijk best wel een krijn. Oké, daar. Ik denk dat het Nouri is. Ik wist helemaal niet dat hij iemand leuk vond. Vindt hij denk ik ook niet. Hm? We hebben met die jongens een soort weddenschap. Wie dit kamp de meeste meiden kan regelen. Serieus? Ja, ik heb het niet zelf bedacht. Ik denk dat als ik een jongen leuk zou vinden en die zou met me zoenen... ik zou erachter komen dat het alleen maar voor een weddenschap is. Dat is gewoon stom. Ja. Maar ja, nu vind ik niemand leuk, dus het zou voor mij ook gewoon voor de lol zijn. Wat ga je doen? Na dat gesprekje met Liz had ik besloten dat ik er wel mee ging doen met de weddenschap. En dat ik ging winnen natuurlijk. Oei. Al opgewezen dat je een poging hebt gewaagd. Lekker, man. Ja. Vind je hier iemand leuk? Ik weet het niet. Het is gewoon ingewikkeld. Ja, want je weet nooit of die persoon jou ook leuk vindt. Daarom moet je het altijd duidelijk maken als je iemand leuk vindt. Dat doe ik ook. Hoe dan? Nou, door diegene bijvoorbeeld te vragen voor een romantische boswandeling met z'n tweeën. Kunnen we dit wel tussen ons twee houden? Hoe bedoel je? Ja, niet dat ik het niet wilde of zo, maar meer vanwege Liz. De leerlingen zijn gisteren aangekomen op het kamp. En na een dagje niks doen is het vandaag, na het ontbijt, tijd voor wat actie. Ik ben echt moe. Nu gaan we een activiteit doen en nu is opeens iedereen moe en heeft iedereen hoofdpijn. Nou, weet je, doe maar even rustig aan nog en dan kijken we straks al even verder. Hoofdpijn, zoomtonen, telefoons die het niet deden. Heel hier iets raars in de lucht of zo. Kijk, het zijn waarschijnlijk die elektriciteitspalen of telefoonpalen of zo. Die dingen zijn vet schadelijk. Zullen wij twee anders zo meteen samen de kano? Dan kan je me wat meer vertellen over de straling en zo. Ik denk, waarom zo'n leuk meisje als jij met dit soort dingen bezig gaat? Ik wil kijken hoe leuk je bent. Hallo? Er is hier iets vet serieus aan de hand, hè? Er lag gewoon een dode vogel op de grond. Zonder wonden of iets, duidelijk uit de lucht gevallen. Die straling is dus niet alleen schadelijk, maar ook hartstikke dodelijk. Oh, we zijn er al bijna. Nog een klein stukje. En wat zullen we precies moeten zien daar? Iets heel interessants. Oké, ik was er dus met Hailey. Zie ik dat hele groepje aankomen. Dus ik dacht, dit is mijn moment en bam. Waar ben je mee bezig? Hoezo? Ja, hoe ga je dit nou doen? Nu word ik dus de grap van het kamp. En Liz heeft het gezien. En wat denk je dat zij ervan gaat vinden? Timo is wel haar ex, hè? Alsof ik wist dat jij hier was. Ik was hier gewoon voor die dode vogel, hè? En dit is veel belangrijker. Niet alles draait om jou, hè? Het is dag 3 van het zomerkamp. En de weddenschap van de jongens, wie de meeste meiden kan zoenen, is nog steeds in volle gang. Ja, ik voel me ook gewoon heel schuldig, maar ik kan er ook niks aan doen dat ik Timo leuk vind. Je had het tenminste tegen me kunnen zeggen. We hadden het even over kunnen hebben en een oplossing kunnen verzinnen of zo. Wat voor een oplossing zou jij hiervoor kunnen verzinnen? Hey. Kunnen we even praten? Ja, tuurlijk. Wil je wat drinken? Hey. Mevrouw, mag ik ook praten? Alsjeblieft. Ja. Water, jongens. Die zoen, nou ja, 2 zoenen waren een vergissing. Een tweemalige vergissing dus. Dat had gewoon niet moeten gebeuren. Best wel chill eigenlijk dat Hailey het gewoon zelf afkapte. Dan kan ik gewoon zonder gedoe door met die weddenschap. Ik was eigenlijk bang dat ze verkering kan vragen. Hey Liz, die zoen met Timo, dat betekende niks hoor. En dat heb ik hem ook gezegd, dat het niks betekende. Het is echt al lang uit tussen mij en Timo, we zijn gewoon vrienden. Dus je bent niet boos? Natuurlijk ben ik niet boos, waarom zou ik boos zijn? We kunnen even polsen wat hij van je vindt. Echt, dat vind ik echt super lief van jullie, dat jullie dat voor mij willen doen. Dus vind jij leuk? Nou, nee, niet echt. Kijk, het is oké, maar ik vind het niet leuk, zeg maar. We hadden dus met Timo gepraat en hij vindt je uiteindelijk toch niet leuk. Oh, oké. Gewoon die stomme jongens. Ze hebben een weddenschap wie de meeste meiden kan zoenen op dit kamp. Wat? Wat? Maar... En waarom houden jullie je hiermee bezig als er ondertussen een vet gevaarlijke straling aan het zoeken komt? Oké, kan je nou even gewoon stoppen over die stomme straling? We zijn op kamp. Ik kan er niks aan doen hoor, dat Timo je niet leuk vindt. Dat vind ik echt heel laf dat je dat nu zegt, hè? Alleen omdat niemand jou wil. Hé, we kunnen wraak nemen. Ik zeg waterpistolen. Ja. Het is 5 uur 's ochtends en het moment is aangebroken voor de meiden om wraak te nemen op de jongens voor hun zoenweddenschap. 3, 2, 1. Ja, my best friend. Wat is hier aan de hand? Ja, zijn jullie helemaal gek geworden? We zijn hier te gast. Kijk nou, die bedden zijn helemaal zeiknat. Echt. En waar zit jullie verstand? Wegwezen. Ja, we vinden het onacceptabel hoe Timo, Nouri en Farid een weddenschap hebben afgesloten over wie de meeste meisjes op het kamp kan zoenen. Wat een walgelijke weddenschap is dat, zeg. Zo ga je toch niet met meiden om? Dus, Nouri, Timo, Farid, na het ontbijt mogen jullie afwassen. Of vinden jullie dat soms een vrouwenklusje? Hé, ik deed ook mee aan die weddenschap. Sorry? Ik deed ook mee. Dus jij geeft jezelf aan? Prima, Pieter. Mag jij ook gaan afwassen? Sukkel. Zelfs de wilde en de jong nemen me niet serieus. En nu weten we ook niet wie er had gewonnen. En ik had allemaal lijntjes uitstaan, hè. Dus ik hoefde alleen maar nog maar binnen te halen. Dus ik had gewoon makkelijk kunnen winnen. Jongens, kijk eens, trap. Sleutels van de disco. Ik snapte wel dat de jongens baalden van mijn actie. Dus ik vond ook wel dat ik iets moest goedmaken, niet alleen afdrogen. Ik stel voor dat wij vanavond een feestje geven. Die nacht is het Timo gelukt zijn geheime feestje te organiseren. Als die weddenschap echt zo'n big deal is en jullie het zo belangrijk vinden wie de grootste player is, dan wil ik best wel even helpen. Ja, ik zoen wel even met je zodat jij kan winnen en aan Farid en Nouri kan laten zien dat jij de grootste player bent. Blijkbaar zag Liz het als een grap om met me te zoenen. Dat is nog erger dan dat Liz niet met me wil zoenen. Waar de fuck staat dit dan? Uit, die muziek! Afgelopen nu! Het is hier aan de hand, jongens! Kan toch niet? Jullie horen allemaal in je bed te liggen. Hup, naar bed! Oké, jongens. Nee, even serieus. Ja, na dat gedoe van vannacht kan ik niet zoveel meer hebben. Hup, doe Joost! Ik snap ook wel dat je het hebt verteld van die weddenschap aan die meiden. Ik denk dat ik hetzelfde zou hebben gedaan. Gelukkig. Ik was even bang dat ik mijn maatje kwijt was. Oh, daar heb jij niet zoveel zorgen om te maken. Je bent mij nog niet zo snel kwijt, hoor. Denk... We staan hoog op een trap. Ja, mevrouw, doet u voorzichtig. Is er eigenlijk een maximale leeftijd voor dit ding? Het is de laatste dag van het kamp en iedereen heeft zin in de bonte avond die als afsluiting georganiseerd wordt. Het is toch alsof je naar me keek? Oh ja, mooi op, gast. Dit is net zo goed als gelijk met Pieter. Hm? Het ging echt tussen Timo en mij. Dus als we nou echt willen weten wie je zou winnen, gaan we gewoon door met de weddenschap. Ze doen weer normaal. Dus als we ze nou kunnen overtuigen dat we echt spijt van hebben, dan kunnen we gewoon doorgaan. Jij gaat ons echt niet inhalen, dat weet ik wel, toch? Ja. Maar weet je, we zijn in. Toch? Ik vind het prima. Prima. Ai. Doe maar. Rosa! Rosa, help. heb geen zwemdiploma en ik verdrink in jouw mooie ogen. Dan moet je zwembandjes gaan kopen, ja? Oh, de bonteavond is in volle gang. Zo ook de weddenschap. Al weten de meiden daar natuurlijk niks van. Ik had besloten om iets te doen waardoor alle meiden me weer aardig zouden vinden. Ik vind het gewoon vervelend om te zien dat jullie twee ruzie hebben. Niet alleen omdat jullie vriendinnen zijn, maar ook omdat het mijn schuld is. Eerlijk gezegd vind ik kamp tot nu toe eigenlijk helemaal niet zo leuk. Dus leuk eindigen klinkt eigenlijk wel goed. Ja, misschien heeft hij wel een beetje gelijk. Ik snap op zich ook wel dat je gewoon andere dingen aan je hoofd had dan die straling. En ik heb het ook wel echt overdreven. Dansen? Dat is goed. En toen kon ik alleen nog hopen dat Hailey en Tirza aan alle meiden zouden vertellen dat ik hun ruzie had opgelost. De jongens zijn helemaal niet gestopt met de weddenschap. Ze doen alleen maar alsof. Wat? Maar... Dus daarom wilde Nouri onze ruzie oplossen. Omdat hij er zelf iets aan had. Hij wilde gewoon dat wij hem weer aardig zouden vinden. Ik heb gisteren bijna met iemand gezopen, hè? Bijna. Ja, oké. Maar toen kwam de wilde dus binnen en toen deed ze opeens het licht aan en toen was het over. Hé, maar guys, ik heb gisteren ook met een aantal meiden gezoend, hè. Ik zou niet meer weten hoeveel. Jij wel, Pietertje. Nee, maar serieus, hè. Kan ieder meisje waarmee ik gisteren gezoend heb even haar hand opsteken?